Ja mensen, goedemorgen, daar is hij weer. Vandaag starten we weer achter de computer, zometeen weer richting de sportschool. Vanmiddag als het mee zit nog een uurtje delta les, dan moet die kant moet het wel op, we moeten iets meer die delta in. Vandaag komt mijn maat weer terug naar Italië, mijn Italiaanse maat, die helpt me altijd gigantisch goed met alles regelen hier. Dus gaan we weer op jacht voor een delta. Het wordt ook tijd dat ik zo'n machine aanschaf, want dan kun je iets meer de lucht in. Ik ben hevig aan het mailen over die gierenkopter. Ja, die gasten daar in Duitsland is helemaal drama. Eergisteren gebeld, gisteren kreeg ik een bericht. Ja, we hebben een lege mail van u ontvangen. Ik zei, ja jongens, 8 dagen geleden een mail gestuurd. Is dat misgegaan? Dan stuur je gewoon een mailtje terug. Toch van, ja, je hebt een lege mail gestuurd. Nee, je moet ze eerst weer bellen. Dan een dag later sturen ze een mail. We hebben een lege mail van u ontvangen. Nou, lekker. Wordt ook helemaal niks geregeld. Ik wacht nog steeds op 1 onderdeeltje, een koppeling, die is verbrand en lager in dat huis. Hoe het kan, niemand weet het en hun hebben er ook geen antwoord op. Dus die gierenkopter die staat al een tijdje in het hoekje, dus we klappen door met een delta. Ondertussen ben ik hier vol gas aan het editen, zoals je ziet op de achtergrond, net een hoop beeldmateriaal aan het versturen. Dus ik ga eerst maar eens naar de winkel, want ja, die computer die krijgt zoveel op zijn kloten. Al die WeTransfer berichten die alle kanten op gezonden worden, de hele wereld over natuurlijk. Dus als hij straks weer iets rustig is, kan ik weer doorgaan met editen. Nou mensen, we klappen die kant erop. Ha. Ja, en hier knappel ik weer door naar Jim. Die is 360 op de motor geprobeerd, zijn stokje eraan. Ja, dat edit ik ook mooi met die beeld. Had ik in eerste instantie zelf niet verwacht. Nou, in de gym aangekomen moest ik mijn zus 2 keer optrekken. En dan totaal moest dat 6 keer, in setjes van 2. Het was een hele klus. Had hij nog even iets anders verzonnen, de handstand. Nou, ik dacht, vroeger deed ik dat heel makkelijk zo even. Nou, ik kan je melden, als je dat de poos niet meer gedaan hebt, is het inmiddels weet. Ik dacht, nou, dat red ik wel 3 keer. Nou, 1, 2. Flikker ik al bijna een keer om en bij 3 kom ik niet eens meer omhoog. Nou, het is nog een beste klus, hè. Maar goed, dan heet het natuurlijk ook over 95 kilogram spiermassa wat er op die arm omhoog gedrukt moet worden. Dat is ook een hele klus. Nou, even stretchen, wat eigenlijk is mijn... hoofdzaak is hier, want ik moet leniger worden. Dan klappen we weer vol op huis aan mensen. Ja, in eerste instantie zou ik vanmiddag gaan vliegen, maar ja, die knaap kan niet. Dus we gaan weer even kalm op kantoor zitten. Studeren en mail sturen. Ja mensen, dat je dan weer met je goede gedrag. Een beetje studeren zie. De boeken liggen er weer bij. PPL opleiding. Computer weer aan. Oh ja, dit is ook wel een dingetje. Ik heb dus die mensen van die Autogiro weer eens even gebeld. Moraal van het verhaal, het was te warm geworden, dus het onderdeel kon niet meer gebruikt worden. En het kon ook niet gerestaureerd worden, dus er moest een nieuw onderdeel aangeschaft worden. Nou, ik heb ze maar een mailtje gestuurd, stuur alles maar terug en kijk wel eens even wat ik ermee doe. Want er zit gewoon 80% ervan is nog goed, alleen het lager is te warm geworden. Ja, en als dat weer een keer te warm wordt, weet ik niet. Maar ik ga geen 2000 euro betalen voor zoiets natuurlijk. Ik vind mijn kant-en-klaar onzin. Dus een beetje mee sturen ze morgen dat spul weer terug en dan kan ik er zelf mee aan de slag. Dus kijken wat we ervan kunnen maken. Nou, hier heb ik nog een hele mooie tekst voor vandaag. Dit is waarom dit zo'n goed bedrijf is. Zie, wat staat er? Oh ja, om ervoor te zorgen dat u goed wordt verzorgd, heeft Autogiro meer dan 40 internationale verkoop- en onderhoudspartners. Om u in de lucht te houden. Nou, ik zit al 8 weken in de lucht. Bieden wij een volledige aanbod aan klantenservice. En after sale service, inclusief levering van reserveonderdelen. Nou, ik heb ze nog nooit gehoord over een reserveonderdeel of dat ze even iets zouden regelen. Online technische en onderhoudssteuning en informatie over luchtvaardigheid. Nou, mamma mia. Alles behalve dat, maar goed, we gooien de handdoek niet in de ring, we klappen erop. En morgen maar weer eens even zo'n delta lesje doen, denk ik. En in mijn achterhoofd ben ik er toch mee bezig. In Nederland heb ik nog zo'n trike staan. Die moet ik deze kant ook maar eens ophalen. Dan kan ik in ieder geval vliegen. Dus nu moet ik nog eens even kijken of ik een transportje kan krijgen vanaf Nederland. Iemand met de auto hierheen. Met een trekhaak. Die trek erachter. Dan kan ik in ieder geval vliegen. Ja, over 2 weken komt mijn familie deze kant op. Dus die zou hem eventueel mee kunnen nemen. Maar ja, we moeten eens even kijken. We moeten gewoon meer de lucht in. En van de week natuurlijk vol gas met die delta aan de gang. Zometeen mijn maat nog eens even bellen en gas geven met het spul. Als dit zo doorgaat, dat helemaal niks. Dan zit ik alleen maar te studeren. En dat achter de computer zit, is mijn ding niet. Nou mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, die bel te drukken. Al die gekkigheid meer. Je weet ondertussen hoe dat werkt daar. Tot de volgende ronde. Ciao, tutti, gekke mythes.